Aan de gevel van zijn eigen Snow World in Zoetermeer is deze foto van Dimi de Jong te zien. Een van de speerpunten van de Olympische skiploeg in Sochi. Vandaag werd die ploeg gepresenteerd. Over ruim 3 maanden gaat Dimi de Jong zijn Olympische debuut maken. 4 jaar geleden liep hij de Spelen net mis. Vancouver net niet gelukt. Wel geplaatst voor de Spelen, maar uiteindelijk geblesseerd geraakt. Dus dat was wel jammer. Maar aan de ene kant was toen 14 toen ik me daarvoor plaatste. En had eigenlijk toen nog niet verwacht dat ik daarheen zou gaan. Dus daardoor viel het wel, was de teleurstelling wel minder dan dat het nu zou zijn als het er niet heen zou gaan. Het snowboarden heeft ook door de gouden medaille van Nicolien Sauerbrei een enorme sprong gemaakt. Ja, we zijn nu gaan al met 8 man sowieso naar de Spelen. En dat is een hele grote hoeveelheid mensen. En dat is nog nooit eerder geweest. Dus dat is wel dat is heel goed. Dimi de Jong kent net als 4 jaar geleden in aanloop naar de Olympische Spelen blessureleed. Hij kampt met een schouderkwetsuur. Ja, dat is natuurlijk heel erg vervelend. Vooral omdat je natuurlijk keihard aan het trainen bent. En ja, dat zit dan toch dwars. Conditie en krachttraining, dat gaat dan wel door. Maar ja, uiteindelijk wil je toch gewoon op je snowboard staan en daarop trainen. Dromen blijft hij voldoende. Want misschien kan de Jong ook wel wat Sauerbrei heeft gepresteerd. We gaan toch voor die podium plaatsen? Ja, dat zeker weten.